Goed, dames en heren, jongens en meisjes, hier direct naar de competitiewedstrijd VV Staphorst Sportclub Grenemuiden. Mike Reuvers naast mij, de man van de 3-2, maar voordat we daaraan komen. Mike, tot aan de 3-2 draaien 14 hele moeizame wedstrijden dit seizoen. Ja, hoe kan dat, jongen? Ja, moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben een nieuwe trainer, dus altijd even wennen. Altijd een nieuw team, een paar nieuwe teamgenoten, dus ook altijd even wennen. Ja, dan moet je eerst je draai zien te vinden en dat is in het begin lastig. En nu zie je wel dat we als team, we gaan gewoon met z'n allen ervoor en dan komt het wel. Goed. Je hebt de eerste wedstrijd van de competitie een beetje moeizaam gehad. Word je er even een keer naast gehaald. Dus ook wel, misschien soms wel even lekker, ondanks dat je zelf graag wil spelen. En dan mag je in de derby van het Oosten de 3-2 maken. Nou, het is altijd mooi om de winnen te maken, maar wat, omdat je toch een moeizaam seizoen draait, hoe voelt dat dan voor je? Nou, dat is genieten. Dit is een boost. Dit doe je zelf goed en dan we hopen dat er nog meer komen. We gaan nu volle bak en met team ook. We staan er redelijk op en we doen mooi mee bovenin. Dus we zullen zien wat er wordt. Goed, de eerste helft neem ik even snel met je door. Je komt in de 8e minuut, in de 9e minuut komen we achter door een kopbal van Jan Hooiveld. In de 28e minuut komen we op 1-1. Ja, het was niet echt dat je controle over de wedstrijd had, maar het was een beetje over en weer. Het was best wel leuk om te zien. Hoe vond je jezelf de eerste helft? Het was in principe eerst in het begin een beetje zoeken. Allebei gingen wel gelijk op. We wisten niet echt goed hoe zij zouden starten. Of ze nou wat in zouden zakken. Of dat ze nou volle bak druk zouden geven. Dus dat was even zoeken. En daarna pakken we het wel redelijk op. Komen helaas 1-0 achter. Maar daarna pakken we het goed op met elkaar. En je ziet wat er gebeurt. Ja, de tweede helft vond ik tot aan de 1-2 van Grenemuiden vond ik een beetje stroperig lopen. En denk van, als we nog 2-2 maken, mogen we van geluk spreken. Daar ben ik het volledig mee eens. Het was een beetje lastig. In het begin van de tweede helft starten we op zich al goed. Geven goed druk. Krijgen een paar aantal goede kansen, corners, noem maar op. En toen kregen hun weer het overwicht, zeg maar. En toen werden zij gevaarlijk. Dan prikken ze ook de 2-1 binnen. Dan moet je volle bak als team. En dat hebben we gedaan. Dus daar hebben we profijt van, zo te zien. En heb je dan ook profijt van dat je de tweede helft naar de kop van Zuid mag spelen? Ja, tuurlijk. Dat is fantastisch. Kijk, ik had hem daar in het begin al eerder moeten maken. Dat zei ik net ook voor de andere tv. Ik kwam er alleen door. Ik twijfelde wat, omdat die verdediger op zich wel redelijk in mijn rug zat, zeg maar. Maar daarna is het genieten als je hem dan via een cornertje binnentikt. Dat is toch wel prachtig, hoor. Ja, en dan ben je blij dat onze scheidsrechter uit Alkmaar voor het einde fluit. Ja, daar hoopte ik al eerder op, eerlijk gezegd. Maar prima. Was genieten zo. Goed zo. Mike, bedankt dat je de winden hebt mogen maken, jongen. En ga lekker naar binnen. Je mag nu onder de verdiende warme douche. En maak straks nog maar even een mooi feestje van. Bedankt, jongen. En succes, hè. Kom op. Oké, dit was Mike Reuvers, de maker van de 3-2. Ja, is toch altijd lekker als je in de derby van het Oosten mag overwinnen tegen Sportclub Grenemuiden. Bedankt iedereen voor het kijken. En graag tot de volgende thuiswedstrijd hier bij VV Staphorst TV. Tot ziens. Goed, dames en heren, iedereen van harte welkom hier in de bestuur- en sponsorruimte van de voetbalvereniging Staphorst. Direct na de wedstrijd VV Staphorst Sportclub Grenemuiden. Dag Jan. Goedendag, gefeliciteerd. Dankjewel. Goed. Een behoorlijke regenachtige dag vandaag. Het moest natuurlijk doorgaan, want het is hoofdklasse B zaterdag en er stond wat moois op het stapel. Dat wist jij natuurlijk ook al iets meer van. Ik ook. Op maandag al. Maar dan gaan we over tot de orde van de dag. En dan sta je na 9 minuten met 1-0 voor. En dat is denk ik de ideale scenario in ieder geval voor de eerste helft. Nou ja, goed. Dat is zeker prettig als je begint. Ik denk dat de beginfase ook goed was van ons. En we komen voetballen ook tot een hele goede en een mooie goal. Maar daarin wordt het ook eigenlijk al wel weer te snel 1-1. In een moment waarin Staphorst kiest vooruit de lange bal vanuit de achterste linie. Hadden ervoor gekozen natuurlijk nadat je met 1-0 ook voorkomt om klein en compact te houden. En de lopende mensen vanaf middenveld, daar waren we onze mensen kwijt. En dat is eigenlijk niet alleen bij de eerste goal, maar dat is eigenlijk ook bij de tweede en de derde. En dat is gewoon hartstikke zuur, want ik denk dat we vandaag gewoon een hele goede wedstrijd op de mat hebben gelegd. Qua veldspel, creëren van kansen. Alleen je hebt uiteindelijk heb je niks. En dat hebben we vandaag en hebben we vorige week gehad. En dat zijn dure punten. Ja, dat zijn hele dure punten. En ik moet je toegeven dat jullie best aardig voetbal hebben vandaag. En misschien wel erboven. Ja, ik bedoel, ik ben geen trainer. Jij mag zeggen wat jij ervan vindt. Ja, ja. Maar, jij ook. Ja, ik ook. En dat doe ik ook. Heel graag zelfs.
En dan ga je met 1-1 de rust in. En dan klagen die jongens nog over het moeilijk bespeelbaar veld. Of viel dat wel mee? Wie klagen daarover? Die jongens van jou. Is dat zo? Nee, dat weet ik niet. Ik dacht vragen. Klagen ze over het veld of valt dat wel mee? Is toch een prachtig mooi prima matje? Kijk, dan zijn we het daarover eens. Ondanks de regen. Ik ga even naar Dennis voor de eerste helft. Dennis, op een perfecte mooie mat, zegt je collega Jan. Ja, wordt het 1-1. Maar in de 9e minuut, is dat een dekkingsfout? Of is dat gewoon goed van Jan Hooiveld? Hoe zie je dat? Beide, hè. Ik denk dat we ook niet goed begonnen. Kregen ze niet goed onder druk. Inderdaad, prima aanval, denk ik, van Genemuiden. Die ze goed afronden. Hè. Ook misschien de voorzet iets te makkelijk. Maar ook veel beweging vanuit het middenveld voor hun. Daardoor moest Reinier ook een beetje kiezen. Kan ik wel druk zetten? Niet. Goede voorzet, goed ingekoopt. Kun je niet zoveel van zeggen. Hè. Dus... uiteindelijk, het tweede gedeelte, zeg maar, in de eerste helft kwamen we wel wat beter aan het voetballen. Maken we gelukkig ook prima goal, denk ik, de 1-1. En na de 1-1 was het een beetje gelijk opgaan, denk ik, de tweede helft in. Goed, en dan de tweede helft, Jan, je memoreerde het al, dat jullie best wel aardig voetbalden vandaag. Ik vond zelf ook dat jullie de bovenliggende ploeg waren. Gelukkig wordt dan de einduitslag in ons voordeel beslist. Maar waarom... Kun je dan in de tweede helft, die ik toch een beetje stroperig van Stappers vond, niet de winst over de streep trekken na die 1-2? Nou, ik vond gelijk na rust dat Stappers begon met een aantal corners. Dus dan sta je gelijk onder druk. Daarin moest Daan twee keer goed optreden bij de eerste paal. Dus in die eerste fase, 5-10 minuten van de tweede helft, hadden we het even lastig. En je had het net van wel of niet klagen over het veld. Ik denk dat wij qua positiespellen dat prima deden. Dus daarin niet zo helemaal geen last hadden van het veld. En dan komen we eigenlijk in de loop van de tweede helft prima op 2-1 voor. En in die fase moeten we gewoon controle over de wedstrijd houden. En toen hebben we ook de momenten gehad om uit te lopen. Maar goed, als je dan kijkt waar dan de 2-2 uit komt, ja, dan zijn we gewoon niet alert en scherp in het verdedigen. We zijn onze man kwijt, we kijken te veel naar de bal. Dat is gewoon hartstikke zuur. En dan weet je natuurlijk in de 80ste minuut 2-2... opportunistisch. Rob Meijner komt erbij. Martin van Tende gaat wat meer terug. In die zin verandert daarin niks. Want Roelof de Jong krijgt dan te maken met Rob Meijner. Centraal hou je dan nog steeds een maag erin. Alleen dan is het meer opportunistisch. En dan is het heel erg belangrijk dat je goed je man blijft volgen. Na dat eerste duel. En dat doen we gewoon dan op dat moment niet goed. En aan de voorkant maken we het niet af. En achterin kunnen we het dan niet op, of niet opbrengen, maar krijgen we het niet voor elkaar. Om dan gewoon geen tegengoal te krijgen. En dan ga je hier verliezend van het veld af. Dennis, de tweede helft, ja, die verloopt, op het einde verloopt hij mooi, maar ik vond hem direct naar rust. Zat je met je ploeg totaal niet erin en net wat ik al tegen Jan zei, vond ik het een hele stroperige partij van onze kant. Nou, ik ben het mee eens met Jan, zeg maar. Kijk, de eerste 5 minuten, 10 minuten, denk dat we prima voor de dag kwamen. Goed agressief in de duels konden, een paar goede corners, werd meteen gevaarlijk. Maar daarna zag je wel dat Genemuiden het spel overnam. Geen goed druk op dat middenveld. Overal net iets te ver vanaf. En daar speelde Genemuiden ook goed. Goed positiespel. Uiteindelijk valt hij natuurlijk uit de standaard situatie. Maar je voelde wel dat op dat moment dat hij eraan zat te komen. Nou, dat gebeurde ook. En dan hebben we geluk dat we nog wat kunnen wisselen. Hè. Toen vond het heel langzamerhand wel weer dat het een beetje onze kant opviel. Wel wat meer inderdaad in opportunisme. Ik denk prima goal. Hè. De 2-2, Mark die wegdraaide, maar wel een loopactie van Marlon nog buitenom. Prima neergelegd. En ja, je weet als hij daar komt verbrakken, dan is het meestal wel kassa. 2-2. Ja, en toen moet ik eerlijk zeggen dat het eigenlijk nog allebei de kant op kon gaan. Waarbij denk ik de grootste kans voor Mike was inderdaad, hè, alleen op de keeper. En volgens mij vanuit de ingooi daarna eigenlijk frommelt hij erin. Daar zitten we dit keer gewoon aan de goede kant van de score, hè, als je de hele wedstrijd bekijkt, denk ik. En wij moeten twee keer terugkomen, dat doen we uiteindelijk knap. Dan denk ik dat je met een gelijkspel tevreden zou moeten zijn. En gelukkig voor ons dan valt hij nu een keer op deze manier binnen. En hebben wij 3 punten. Ja, voor ons is het beter. Goed, dan zeg ik het ook even door jou. Want ik constateerde dus dat Mike 14 zeer moeizame wedstrijden heeft gespeeld dit seizoen. En dan 3 minuten voor het einde van die 14e wedstrijd, dat hij dan toch belangrijk mag zijn. Ja, nee, maar ik ben het natuurlijk niet helemaal met je eens. Hè. Jij kent Mike misschien van verleden jaar, misschien dit jaar. Is het anders voor jouw gevoel dan?
Maar het is niet zo dat hij 14 wedstrijden eigenlijk gespeeld heeft. Dat je denkt, nou, wat is hij aan het doen? Er zit altijd dreiging in, dat moet je niet onderschatten. Hij heeft snelheid. Het zit een beetje in de agressiviteit. In de energie die erin legt. Daar kun je vandaag eigenlijk niks van zeggen. En op een of andere manier dwing je dat dan misschien ook af. Omdat hij daar dan een keer ligt. En voor hem gelukkig en voor ons denk ik ook. Uiteindelijk maakt hij die 3-2. En ik hoop voor hem en voor ons dat hij er helemaal doorheen is. En dat hij volgende week helemaal los is in Apeldoorn. Goed, ja, ik heb het ook over moeizame wedstrijden. Ik heb ook niet gezegd dat hij 14 slechte wedstrijden speelde, maar daar houden we dan maar over op. Jan, bedankt voor je komst hier en ga straks lekker aan het koud warm buffet. Daar heb ik nog even wat over. Dennis ook bedankt en gefeliciteerd met de 3 punten. Ik heb nog even het laatste woordje. Mag ik nog even doen? Dat heb ik even op papier gezet, want ik kan veel onthouden, maar niet alles. De wedstrijdsponsoren mag ik nog even herhalen. Dat was Bakkerij Slager. In Stappers en Genemuiden. En onze De Patrijs Catering en Events, samen met Dolde Schoelen. En onze hoofdsponsor PNP Rolling, die vandaag bekend gemaakt heeft het sportief partnerschap met onze VV Stappers te verlengen, biedt u hier een koud en warm buffet aan. Dit buffet staat in de aangesloten tent hier naast de sponsorruimte en wij vragen graag het bestuur van de Sportclub Genemuiden om dit te openen. En pak een bord, bestek en geniet ervan. En wij bedanken onze hoofdsponsor die verlengd heeft, PNP Rolling, Rolf en Sander, voor deze geste. En bedankt voor uw aandacht. En ook al duurt het nog dik 2 weken, alvast fijne feestdagen en een gezond 2019 gewenst. En tot de volgende keer hier bij ons in het altijd kleurrijke Stappers, zal ik dan maar zeggen. Eet smakelijk, goed weekend en tot ziens.